energie die jij krijgt. Dit is toch waar ik mijn hele leven al van droom. Ik ben helemaal sprakeloos. En met Bob Ross. Zo klein als een top. Dit is nou weer voor iets leuks. Zich mogen uitspreken of zelfs moeten uitspreken. Hallo allemaal, het is vrijdag en de smeg is bezorgd. Zo leuk. Twee kleine krasjes op, maar verder is het gewoon een hele perfecte roze superbaby die nieuw in ons leven is. En ja, ik ben toch wel echt dolgelukkig. Uiteindelijk kwam deze roze kleur nog op mijn pad. Was eigenlijk niet de bedoeling, maar dit is toch waar ik mijn hele leven al van droom. Nou, roze of een mintgroene smeg. En ja, daar is hij nu gewoon echt een life goal behaald. Ik vind het zo leuk. Hij is echt mooi, hè, Jess? Ja, hij is echt heel graag en intens groot. Ja, ga er even naast staan als referentie. Wij zijn ook maar 1,60 natuurlijk. Ik zou erin kunnen zitten als ik wil. Echt? Ja. Experiment. Maar als je erin gaat zitten, een deurtje dicht. Ja. Oké, als Jessie ooit missing in action is, dan weten jullie waar ze is. Bij de snackies. En ook zijn we een shopvlog aan het filmen met een rekje wat er meteen zo lekker bij staat voor deze witte muur. Ik ga nu naar de huisarts om eindelijk iets aan het traanoog hopelijk te doen. Ik vind het zo jammer om weg te gaan, want mijn lieve meiden zitten hier zo gezellig. Wil je maar niet weg? Het kantoor is echt nog in een tussenfase, maar ik vind het toch wel heerlijk om er te zijn. Ik ben bij Bobby en oké, ik weet dat ik zelf een nieuw kantoor heb, maar dit slaat echt nergens meer op. Bobby's moeder is er ook. Hallo! Hoi. Echte kopie. Oh, een nieuwe mens. Oh, nee. Hallo. Hoe mooi is jouw kantoor? Ja, dat is niet normaal. Ik vind dit echt... Ik ben helemaal sprakeloos. Dat gebeurt niet vaak. Nee, is niet normaal dit, hè? Nee, is echt geweldig. Ik loop hier iedere ochtend naar binnen en dan knijp ik mezelf. Dit kamerscherm ook. Is dat ook HK Living? Ja, ongeveer alles is HK Living of Kringloop. Zo leuk. Nou, hij staat erop, jongens. Kleine hint. Deze toffers. Oh ja, vind ik leuk. Even kijken. Oh, leuk. Kijk ons gaan. Oh, lekker dit ook zo. Zo, ik mag wel even matterend poeder ook op. Zo, gelijk een kritiek op jezelf, hè? Ja, jezelf helemaal afmaken. Ja, je hebt 3 camera's. Hallo, ik ben bij Change. Waar ik al langere tijd een laserbehandelingstraject onderga, omdat ik gewoon stoppels heel irritant vind en lelijk vind en het heel onhandig voor mij met shoots is dat ik altijd mijn oksels, mijn benen helemaal perfect moet hebben en je dan wat irritaties krijgt en dat soort dingetjes. Dus ik vind het heel lekker om gewoon de boel te laseren en als ik ook voor altijd permanent gel lak nagels kon doen, zou ik dat ook meteen doen. Dan moet ik hierna nog doen voor een shoot ook, mijn handen en mijn voeten. Vandaag ga ik iets heel leuks nieuws doen met Besna, die ik heel gezellig vind. Dus dit zijn altijd leuke afspraken. Er is namelijk een nieuw apparaat en dat is een carbon laser treatment. Hoe heet deze treatment? Nou is het een carbon peel. Ja. En carbon is houtskool. Dus het wordt helemaal zwart. Ja. Oh mijn god. En dan schieten ze als het ware dat kool van je huid met een laser, zeg ik dat goed? Ja. Waar al je onzuiverheden en alle viezigheid die in je poriën zit, et cetera, gaat dan mee. Dus als je al een goede huid hebt, betekent het dat je een lekkere glow krijgt. Maar ik heb best wel regelmatig last van onzuiverheden, wat jullie natuurlijk ook weten als je me langer volgt, dat het om de zoveel tijd weer heel erg opspeelt. Vaak ook wel in relatie tot stress. Ik heb nu een paar plekjes op mijn voorhoofd, zoals je ziet. En hier. En hier. Dus ja, het is geen drastische acnehuid of zo, maar wel dat ik altijd een BB cream en concealer op heb en me lekkerder zou voelen als het weg was. Dus ik ben super benieuwd. Dit ziet er echt hilarisch uit. Hoi! Dit ziet er echt hilarisch uit. Dit is niet het eindresultaat. Oké, dit duurde dus echt heel kort. Ze gaan dan met een laser de boel even verwarmen, wat natuurlijk geen pijn doet ofzo. Dat is gewoon een beetje warmte. En nu gaan ze dus die carbon eraf schieten. Ik ben heel benieuwd. Ja, je voelt ja, het af. Ja, ja. Komt-ie? Je bent niet gewend bij je.
Het is zondag en ik weet eigenlijk helemaal niet meer hoe het weekend is gegaan. Maar als ik erover nadenk, gisteren heb ik even koffie gedronken met een vriendin. Ik ben even de stad in geweest en daarna heb ik met Jordi lekker Indonesisch besteld. En hebben we 7 afleveringen gekeken van Dirty John. Een hele spannende true crime serie op Netflix. Echt een aanrader. En ik heb bij de Another Stories en de H&M iets gekocht. Namelijk deze goddelijke zebra legging broek met split. Love it. En hier heb ik dus ook het kooltruitje van. Dus nu kan ik helemaal als zebra door het leven. En dit etuietje was afgeprijsd voor 4 euro. En is heel fijn om een vlogcamera in te doen. Oh, en deze oranje nagellak heb ik bij de Stories gekocht. Leuk bij elkaar ook wel. Cute. Ik ben nu met een elektrisch autootje even de stad in gereden omdat het zo aan het regenen is. Maar nu moeten we toch nog een stukje lopen. Gadverdamme! Ik wilde per se een acai bowl halen, dus wat gaan we nu doen? Ik zit met Buddy en Jordi in, hoe heet het hier? Pascal Bello te werken. Wally heeft mij net allemaal dingen uitgelegd over podcasts die ik moet zien. Dus ik luister ondertussen naar Serial. Terwijl ik e-mails beantwoord. Wat? Ja, dat vind ik fijn. Ik doe toch e-mails, dus dan hoef ik niet zo hard na te denken. En dan heb ik het gevoel dat ik nog iets leuks doe. Maar ja, dat kan ik wel. En kijk, dit is mijn agenda voor deze week. Lekker veel ingezette blokken. Precies 1 week tot ik naar Amerika vlieg. De spanning begint echt toe te nemen of ik alles afkrijg. En ik weet niet, ik heb gewoon kriebels over dat ik zo lang weg ben en wat we allemaal gaan doen op de trip en zo. Ook qua werkdingen. Ik heb er zo veel zin in. Ik weet niet eens of ik jullie alles al heb verteld over waarom ik daarheen ga. Anyway, we gaan zo meteen hopelijk ramen eten. Japans biertje. Zie je dat? Die truffel. Ja, nee, dat is gedroogde tonijn. En dan beweegt het als het op hitte terecht komt. Holy shit. Toch? Mokito, niet? Ja. Het ruikt ook echt lekker. Even, ja, maar dit ziet er ook lekker uit. Goedemorgen, het is trouwens al lang middag. Het is, welke dag is het vandaag? Maandag. En ik ben op kantoor, ik zit me even op de grond op te maken hier voor de spiegel. Want Shownieuws komt zo meteen langs om een item te filmen over de nieuwe Linda Meijden cover. Ik zal hem even laten zien. Met Femke erop. Heel veel zin in. Ik ben dus even snel aan het opmaken om een soort van cameraproof te zijn. En dit is de eerste keer dat we zoiets opnemen in dit kantoor. Dus ik ben benieuwd wat ze van de ruimte vinden met nog niet heel veel meubels erin. All set. Het thema van dit nummer is meiden aan de macht. Dus Femke was best wel een logische keuze, want het moest natuurlijk iemand zijn die echt een beetje scheid heeft aan de regels, die echt haar eigen ding durft te doen en ook niet bang is voor negativiteit of voor kritiek en die echt zelf voor haar eigen succes heeft gewerkt. Femke staat op de cover met okselhaar, wat niet de meest conventionele keuze is. Je verwacht misschien een soort glitter glamour shoot bij haar, veel uitgesproken qua make-up en kleding. En wilde juist eigenlijk voor verrassing zorgen en het een hele andere weg in laten gaan. Het leuke is ook, ik weet dat ze hier heel lang over na heeft zitten denken. Ook met haar moeder dus en met Ronnie heeft overlegd. En dat iedereen in haar omgeving zei, dit moet je gewoon doen, dit is tof. En kunt hier ook een verhaal mee vertellen en andere meiden mee inspireren om misschien ook een beetje die beauty norm los te laten. Oké, okay, dat ging goed. Toch Evie? Ja. We zitten nu te praten over podcasts. Ik ben helemaal hooked nu aan die Serial podcast. Ik wil gewoon weten hoe het afloopt. Maar ik heb het idee dat ze deze case niet gaan oplossen. Maar goed, verder ben ik echt in stilte aan het genieten van mijn kantoor. Behalve Evie's armbanden. Word jij zelf gek van die armbanden? Ja. Maar ik snap ook dat andere, ja. Ik heb het vooral tijdens een beetje een momentje stilte. Ja. Ja. En dan hoor ik, ja. Dit geluid. Ik ga snel even wat dingen voor Linda afmaken en dan om 6 uur even langs Charlotte de kapster, want er moet even een stukje van mijn haar af. Als ik het krul is het wel oké, maar het is eigenlijk
echt weer een soort tussenlengte. Dat vind ik ook wel leuk eigenlijk. Maar ik wil gewoon kort. Knip, knip, knip. Zin in. Dus dat gaan we heel snel even doen en dan ga ik daarna weer doorwerken. Want voordat ik wegga naar Amerika moet ik heel veel dingen lekker aftikken. Dus er wachten veel prints op mij thuis. Ik ben heel benieuwd naar alle nieuwe artikelen. Dat nummer gaat ook helemaal over Amerika. Ik ben weer helemaal gelukkig, maar ik ben nog gelukkig omdat er net een soort hele gezellige Yeti binnenkomt. Hallo! Hallo! Vlogception! Yes, baby! Wat zie je er weer heerlijk? Nou, insgelijks. Sorry, maar hoe goed is deze look? Hallo! En wat is daar in een bun in de leopard oven? Wat heerlijk! Ja, ik vind het geweldig. Dankjewel. Mooiert. Fluffy mensen zijn we samen. Ja. Ja. Een beetje kleur geven aan de wereld. Ja toch? Ja. Mee eens. Jij nu weer. Hey liefste Char. Hallo. Topkapper van de wereld. Ja, ik krijg elke dag vragen in mijn leven hoe ik de perfecte kleur blond krijg. Nou, niet elke dag, maar wel elke week. En dat heeft dus in de eerste plaats gewoon te maken met een goede basis. Goede verf, goede technieken en een toner. Toch, zeg ik het goed? Ja. En heel veel geduld. Heel veel geduld. Om alle roodtinten eruit te krijgen. En zilver shampoo. Gewoon om de waspeurt een beetje bijhouden. Zo moeilijk is het namelijk allemaal echt niet. Nee. Nee. Oké, we gaan echt flink knippen, jongens. Ja. Kijk dit verschil. Het groeit niet normaal snel. Nee, het groeit zo snel. Hallo, ik ben bij Linda en we hebben een hele lekkere, letterlijk een heerlijke brainstorm over onze online identiteit. Dus als er nou iets is wat je echt op YouTube van Linda Meijden wil zien, mist of juist te gek vindt, laat het me echt weten, want we zijn keihard bezig met veranderingen en nieuwe vormen. We hebben nu strategiedag. Alleen heeft een van onze lieftallige collega's, niet deze, net even een paaltje aangereden, dus we zijn nu te laat. Het is al begonnen. Kleine blending brush. En we hebben Bob Ross. Hilda, wat ga je maken? Wolkjes? Klaus. Bomen moeten tekenen wat oprecht het leukste van de wereld is. Kijk mee. Goedemorgen. Zoals je hoort wordt er verbouwd. Precies tegenover mijn huis en naast mijn huis. Dus aan twee kanten beginnen ze om 7:15 met weet ik voor wat ze allemaal aan het doen zijn. Dat betekent dat ik dus heel kort heb geslapen, want ik ben echt wel een nachtmens. Ik heb nu besloten daar mijn voordeel mee te doen en heb om 7:15 met Jordi in de sportschool afgesproken. Dat is over 5 minuten, dus ik ga even deze fitnesslook afmaken en gewoon zo dag beginnen. Ik heb dit denk ik nog nooit gedaan. Ik weet het niet eigenlijk, maar zo'n een goed voornemen. Ik heb echt al nu alweer 2 weken niet echt gesport en gisteren ook zulke rare keuzes gemaakt. En een pulled chicken burger en met wat frietjes erbij en 's avonds een grote aardappelstampot met rookworst en jus en koekjes en wat snoep gegeten. En tussen de middag nog een stuk taart gegeten. Ik bedoel, ze allemaal hartstikke lekker, maar ik probeer dan 1 van dat soort super lekkere dingen op een dag te eten, maar dat ja, zit gewoon van nature niet in mij om die keuze te maken. Dus nu ga ik lekker even bewegen en heb ik heel veel zin in om de dag even zo te kickstarten. Iemand in mijn omgeving die is nu elke ochtend aan het sporten. Om 7:00 begint ze, doet ze het 1 uur, gaat ze lekker douchen en naar werk. En hoewel dat als een martelgang klinkt, vind ik het wel heel knap dat je dat kan. En ook lijkt het me heel lekker duidelijk dat je gewoon elke dag dat doet. Dus daar is ook wel iets voor te zeggen. Moet ik even een moment voor vinden misschien. Al doe ik het 1 week, zou ik ook al wat vinden. Gisteren trouwens niet meer echt gevlogd naar de geweldige Bob Ross workshop. Echt, ik ben er echt zo fan van dit. Ik wil dit echt als hobby oppakken misschien wel. Ik kreeg ook heel veel complimenten over mijn kunstwerkje op Instagram. Dus misschien heeft trots ook wel ervoor gezorgd dat ik het extra leuk vind.
Maar eerlijk, die bomen waren best wel goed. En ik heb er echt van genoten. Dus ik zou het nog wel een keer willen doen. Ik bedoel, je kan ook nog bloemen en watervallen. Dat wil ik ook kunnen. We did it! Helemaal overhit en ik heb net lekker gedoucht en opgefrist. Ik ga nu vol energie naar kantoor, dus dit was echt een goede zet. Ik ga dit wel proberen in te houden. Ik ben op kantoor met Jordi. Heel gezellig. En ik heb 1, 2, 3, 4, 5 nieuwe pakketjes. En de perspakketten pakt Eve eigenlijk altijd uit. Maar dit zijn dingen die ik zelf heb gekocht. Ik weet al wat erin zit, maar ik heb nog niks gezien. Want het staat hier op mij te wachten. En daar zit in een nieuw tasje van een heel leuk Scandinavisch merk dat een beetje in de mid-range zit tussen betaalbaar en echt high-end tassen. Ik heb natuurlijk een wandlertasje, wat ik helaas nooit heb gebruikt omdat het zo klein is. Mijn vlogcamera er niet goed in past en mijn grote iPhone ook niet echt. Maar wel heel cute. Ik heb 2 sport-BH's bij Zalando besteld en een Adidas joggingbroek. En ik heb een geweldige teddyjas besteld bij Meoteen in de sale. Er kwam opeens weer een exemplaar beschikbaar en die heb ik heel snel even gesnatcht. Hij is nog langer en iets meer oversized dan de teddy die ik al heb. En ik vond hem eigenlijk gewoon nog iets toffer en beter. Ik ga nu kijken of dat in de werkelijkheid ook zo is. En dan is er nog één pakketje waar ik niks van af weet. Dus ik dacht ik ga het even unboxen met jullie hier bij me. Pakket 1. Oh, hahaha. Ja, wat ik dus ook heb gekocht is alvast de zilterurk. Een jurkje voor mijn 30ste verjaardag. Die pas in juni is. Maar ik zag deze jurk en hij was de hele tijd uitverkocht. En ook hier was er nu weer eentje van in de small. Dus dacht ik, ik ga hem toch even alvast bestellen en passen. Want dan weet ik of het iets is. Het is een groot paillettenfeest van For Love and Lemons. Het is een minuscule paillettenjurk met hele dunne bandjes en een open rug. In principe, ja, is briljant. Echt zo klein als een top ongeveer. Ik weet niet wat Jordi hiervan vindt. Die houdt er nooit zo van. Maar ik doe lekker wat ik zelf wil. Oké, dit is de voorkant. En dan heeft hij ook nog een split hier ergens. Ik heb even een nagelmoment bij mijn geliefde Jessica. Die ik echt te weinig zie voor de hoeveelheid ideeën die we hebben. Precies. Wat gaan we vandaag doen, Jess? Ja, we gaan een soort van French maken met hetzelfde pastel. Ja, gewoon dezelfde kleur. Dus daarom deze pennen. Deze pennen. Ik kan niet wachten. Er komt geel in, lila, blauw, groen. Echt heel veel zin in. En de volgende keer wil ik dus heel graag. Hoe heet dit? Clear gel. Ja. Clear gel. Dit is dus een soort moderne variant van... Maar het heet eigenlijk aprenail. Aprenail. En het is een doorzichtige... Ja, je hebt het al. Het gaat om het idee. Ja, een doorzichtig gel. Ja, heel nice. Zo vet. Het is heel mooi dat het doorzichtig is. Ja, ja. Ja, je kan hem ook doorzichtig natuurlijk laten. Ja. En dan kan je ook dingen erop doen en dat je juist die top vrij laat. Dus dat ja. Is ook wel echt vet. Nou, het zit erop letterlijk. Wil ik check even deze geweldige nagel. Wat? Het zijn dus 10 kleuren. Die zie je ook echt briljant. Heel 60s en retro. Ja. Ik ben doorgereisd naar Bonan, waar ik later ook al was en waar je zo lekker Vietnamees kan eten. Met mijn schatje Lena. We gaan naar een hele leuke film. Waar gebeurt het verhaal over Ruth Bader Ginsburg. Uit mijn hoofd is zij de eerste vrouw in het Hoogrechtshof in Amerika. Echt iemand die een soort van het hele pad van vrouwen in Amerika heeft vrijgemaakt om in de legal industrie te gaan werken. Echt zo'n soort girl power movie, maar we moeten hem nog zien, dus ik ben heel benieuwd. Het is wel leuk. Wij waren laatst ook al naar zo'n hele sociale film waar we heel enthousiast over waren. Maar ook feel good was het. En ook goede, feel good. Ik denk dat dit hetzelfde is. Een boodschap en feel good één. Over feel good gesproken. Kijk wat er hier voor lekkere snackjes staat. Ik ben weer in Naarden en hoewel ik heel kort heb geslapen, heb ik heel veel zin in zo'n lekkere knaldag. Het is de laatste dag hier voordat ik naar Amerika ga. Misschien heeft de film van gisteren me ook wel geïnspireerd. Ik vond het echt een heel bijzonder verhaal. En aan het einde zie je dus de echte Ruth Bader Ginsburg, die nog leeft. Want dit is een waar gebeurd verhaal. En dat vond ik wel heel indrukwekkend. Zij telt op een gegeven moment
in de rechtbank dat op het moment dat zij studeerde nog niet eens vrouwentoiletten waren op Harvard. Omdat dan niemand vanuit ging dat een vrouw zijn studie zou kunnen doen. En dat zij uit moesten leggen waarom zij een plek op die universiteit verdienen en niet een man. Er waren op dat moment 9 vrouwen die rechten studeerden daar. Het is echt iemand die soort van een pad vrij heeft gemaakt voor andere vrouwen. Dus zeker een aanrader. Je krijgt heel veel power van. En het gaat heel erg over seksenverschillen. Hij heet ook On the Basis of Sex. En discriminatie op basis van of je een man of een vrouw bent. En dat zijn echt dingen waar we nu naar kijken van... hoezo hebben we niet overal een gender neutral toilet bijvoorbeeld. Terwijl toen had je niet eens een vrouwen-wc. En toen mochten vrouwen niet eens een creditcard nemen. Dus hoe snel dingen veranderen, dat vond ik wel de meest interessante takeaway uit deze film. En het maakt me ook wel benieuwd hoe we over 30, 40 jaar terug naar deze tijd kijken. En de issues waar we nu tegenaan lopen. Dus dat. Ik zal even een klein stukje van de trailer laten zien, mocht je benieuwd zijn. Are 178 laws that differentiate on the basis of sex. Women can't work overtime. We have to get credit cards in our husband's name. We're not allowed to work in something. This is a man. You think you can change the country? You should look to her generation. They're taking to the streets. Protests are important, but changing the culture means nothing if the law doesn't change. What did you say your name was? Ruth Bader Ginsburg. En wat ook leuk is, ik was gisteren op een voorpremière en toen hoorde ik dat ik ook wat kaarten mag weggeven. Dus ik zal ergens in de video even laten weten hoe het gaat. Oké, ik ga naar binnen. Nieuwe planningen. Hoe leuk zijn deze magneten die ik kreeg. Ik ben nu meteen doorgereisd naar het Hofstuk, waar ik een diner heb met Marie-Jo en een heleboel andere hele leuke meiden. Volgens mij uit heel Europa. Ik weet niet wat het Marina is uit Antwerpen. En het is echt wel iets wat goed past bij deze internationale vrouwenmaand ook. Want Marie-Jo is natuurlijk een merk dat vrouwen viert en waar ik persoonlijk al een paar jaar heel fijn mee samenwerk. Zij zijn wel echt een soort loyal partner, dus ik vind het heel leuk om met hun even te zitten en te eten en plannen te maken. Ik heb me net heel Boulder Glamourish op het toilet omgekleed in een roze jurk. Ik had ook mijn stoma meegenomen, maar ik dacht dat gaat te ver om hier in het toilet die stoma eruit te trekken. Ik wilde het eigenlijk wel. En snel in de auto even mijn tip erbij gewerkt. En dat is het een beetje. Ik laat jullie zo wel zien hoe het eruit ziet en wat we lekker eten hier. Zo mooi weer. Wedding goals wederom. Hey Paulien. Nu een dromenkamer in. Het ziet er spectaculair uit. Oh my god. Dit is nou weer voor iets leuks. Goedemorgen. Ik ben lekker op kantoor en ik ga een video opnemen. Omdat het vandaag International Women's Day is. Over feminisme met allerlei vragen die jullie via Insta-stories naar mij hebben gestuurd. Waarom is een Women's March eigenlijk nog nodig? En moet er dan ook niet bijvoorbeeld een Men's March zijn? Of wat zijn dagelijkse feministische acties? Of kun je ook een feminist zijn zonder dat je heel boos met wapperend okselhaar door het leven gaat? Of hoe zit dat? En wat betekent het nu? Allemaal dat soort vragen. Ik ga die beantwoorden samen met Carmen. En mijn batterij is bijna leeg, dus ik sluit het nu even op. Nu in H&M, waar ik nog wat last minute styling aan het doen ben voor onze insane trip. Ik heb hier een sweater met tie-dye. Het schijnt dus 3 graden te worden 's nachts, dus we moeten ons even voorbereiden. Heel tof. En deze gave print in een top en in een rok. Een mooie blauwe top. En deze grote trui. Kijk, ik ben inmiddels met Evie op de vloer beland. Evie leert mij hoe ze op haar meest KonMari-waardige methode kleding oprolt. Toch wel in vrij dunne rolletjes. Ik de hele dikzakken rolletjes. We hebben net stapels gemaakt. De helft meer meenemen. Ja, dit wordt helemaal top. Lifehack. Ik kwam er dus net achter dat ik zondagochtend vlieg in plaats van zondagavond. En nu mis ik gewoon een dag. Terwijl ik nog maar één dag heb. Oeps. Oh. Hey, Miguel's. Papa's verjaardag. Goedemorgen, het is zaterdag en ik heb net gesport. Ik ben helemaal trots op mezelf en
Ik had zo weinig bewogen en zoveel gegeten deze week dat ik even me lekker fit wilde voelen voordat ik naar Amerika ga. Ik begin echt de smaak te pakken te krijgen. Het is echt een verandering in mijn hoofd. En ik wil jullie er niet mee doodgooien, maar goed, dat is wat er in mijn leven gebeurt. En deze vlog gaat over mijn leven. Ik ga nu snel onder de douche springen, wat dingen in de was gooien, inchecken. En me snel klaarmaken voor de Women's March die we gaan lopen van de Dam tot Museumplein. Met een heleboel vrouwen. Ik ben heel benieuwd. Het is mijn eerste march, dus ik heb er heel veel zin in. Ik heb een heel leuk protestbord. Jordi gaat ook meelopen, wat ik echt te gek vind. Want feminisme is absoluut niet een vrouwenkwestie. Het is ook juist aan mannen om een cultuurverandering te maken in hoe vrouwen behandeld worden. Dus dat vind ik heel cool van hem en daar ben ik heel trots op. Verder is mijn koffer zo goed als ingepakt. Ik heb allemaal KonMari rolletjes van kleding gemaakt en dat werkt dus echt heel goed. Er zijn zoveel handige tips die ze heeft. Net als dat je bijvoorbeeld categorieën bij elkaar moet doen. Dus hier heb ik dan allemaal van dit soort zakjes. Dit is dan mijn technologie zakje. Ik heb een grote zakje voor ondergoed, een grote zakje voor sokken. Allemaal bij elkaar zitten en dat houdt het heel overzichtelijk. En daardoor wordt je koffer ook tijdens de reis nog semi-oké. Dit is wat er nu een beetje gebeurt. Allemaal rolletjes. Hier liggen nog een paar items die ik erin wil. Zebraprint, luipaardprint, ook wat een en ander zwart. Er komen hier mijn schoenen in. Daar moet ik nog zakjes omheen doen. Maar ik heb ze even alvast neergelegd om de ruimte op te meten, zeg maar. Badkleding, beautyzakjes. En over beauty gesproken, ik ga nu deze proberen. Nieuwe zilver shampoo. Zoals jullie weten ben ik absoluut niet gediend van geel haar. Ik heb de beauty missie opgevat dat ik Scandinavisch blond wil zijn. En dat betekent onder andere dat ik mijn haar vaak met een toner behandel na het verven. Ik heb highlights. En dat ik ongeveer om de wasbeurt een zilver shampoo gebruik. Deze is nieuw in de markt. En wat ik ook heel tof vind is dat er ook een conditioner bij zit. Dat heb ik zelf nog niet vaak gezien. Ik gebruik ook alleen conditioner in de puntjes. Je kunt dit gebruiken op blond, grijs haar of highlights. Ik ben heel benieuwd. Dit is wel iets wat je na één keer al resultaat geeft normaal gesproken bij zilver shampoos. Dus ik hou jullie op de hoogte zo meteen. We zijn nu bij het Museumplein aangekomen. Wat? Er hangt zoveel energie hier. Je krijgt er een kippenvel van. Zo vet. Echt een hele droom. Verandering gaat gewoon te langzaam. En ik wil heel graag, zeker nu ik op een platform heb, jonge meiden meegeven dat ze zich mogen uitspreken of zelfs moeten uitspreken om iets meer gelijkheid te krijgen op politiek, seksueel, economisch vlak en dat dat gewoon heel vanzelfsprekend is. Want hoe uit jij dan nu bijvoorbeeld jouw meiden aan de macht? We hebben Femke Louise op de cover gezet met okselhaar om een voorbeeld te noemen. Om te zeggen, ik claim mijn lichaam weer terug en doe niet mee aan wat er van mij verwacht wordt als jonge vrouw. Maar ik plaats zelf bijvoorbeeld de hele maand content over wat je dagelijks kunt doen als feminist. Hoe je zelf je kader bepaalt, bijvoorbeeld door de accounts die je volgt of hoe je andere vrouwen steunt. Maar ook door quotes te plaatsen dagelijks en video's te maken over wat het betekent om een moderne feminist te zijn. Het ding met vrouwenissues is, als we ze willen beschermen, willen versterken, dat is niet een women's issue, dat is een social issue. Dus mannen moeten ook verantwoordelijkheid nemen en gewoon beter hun best doen. Dus ik wil juist dat hier ook mannen zijn en die zijn er ook echt veel, dus dat is echt vet. That our gut was telling us the truth, and we finally get our real diagnosis.
And we're sick and tired of this to keep on happening to people with unexplained symptoms over and over and over and over and over and over again. De march zit erop en ik ben helemaal geïnspireerd door de energie en de power die in de groep hing. Er waren duizenden vrouwen bij elkaar gekomen. Mannen ook trouwens. En wat ik heel mooi vond is dat het een hele inclusieve march was. Dus er waren mannen, er waren vrouwen, er waren moslima's, er waren meiden in rolstoel. Iedereen was aanwezig en deed mee en mocht ook iets zeggen. Er waren fantastische sprekers. Een meisje omschrijft zichzelf als een black queer feminist with a to-do list. Fantastisch. En er was een hele mooie spreker die in een rolstoel zit. Die vertelde dat er voor meiden die niet een able body hebben heel weinig plek is in feminisme. Maar ook letterlijk heel weinig ruimte die zij kunnen betreden. En zelfs dat rallies en bijeenkomsten over feminisme voor hun vaak niet toegankelijk zijn. Was heel interessant en mooi om naar te luisteren. Ja, ik voel me echt weer helemaal geboost wat dit betreft. Dus dat is fijn en mooi. En absoluut iets om volgend jaar weer bij aanwezig te zijn. En nog groter mee uit te pakken. Ik ga nu even naar Lizzie die met Fashion Week een event heeft om haar even te supporten. En dan razendsnel mijn koffer inpakken. Dus dat. Hey Liz! Hey Tim! We zijn thuis! En had ik jullie trouwens... Oh ja, ik heb mijn nagels al laten zien. Ik heb nu ook hele mooie voeten. Ik ben trouwens heel blij met deze outcome van de zilver shampoo. Precies wat ik bedoel. Cool blond, geen gele tinten, maar niet te grijs. Dus dat is fijn. Ik heb lekker pho besteld. Vietnamese soep met veel groenten en kip. En hiernaast ligt mijn nieuwe Moleskine-boek in denim. Ik dacht dat is zo Amerikaans. Britney en Justin 2001. Dat is leuk. Ik ga nu lekker wat eten en even ondertussen wat mails wegwerken, zoveel mogelijk vooruitwerken, mijn koffer afmaken en ik begin echt heel veel kriebels te krijgen nu. Ah! Mijn koffer is soort van ready. Jordi is aan het slapen. Dus we gaan lekker in bed liggen en morgen vertrek ik met H&M naar Phoenix voor een hele vette collectielancering. Ik ga veel vloggen in Amerika, dus stay tuned. Zorg even dat je je abonneert. Doe een thumbs up als je deze video leuk vond. En dan zie ik je heel snel weer. Dankjewel voor het kijken. Doei!